Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En dit keer gaan we drie achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwak, 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 kwak. Oké. Maar goed, de eerste achtbaan is dus de Escapade de Coasterman. Escapade de Coasterman. Ziet eruit als een houtachtbaan, dat is het ook. We worden gelijk omhoog getrokken, gelijk worden we heel snel omhoog, gaan we omhoog. Het ziet er fantastisch uit. Ik zie ook dat we zelfs een looping, of we gaan over de kop met een houten achtbaan. Wauw, dit is heel bijzonder. Ik ben erg benieuwd naar deze achtbaan. Leuke thematisering, leuke bomen. En wauw, het ziet er echt wel fantastisch uit. Ik bedoel, ja, laten we afwachten op de eerste drop. En die komt op dit moment. Daar komt die. Lekker stel. En dan gaan we de eerste barrel roll, om het zo te noemen. Wauw, wat gaat hier heerlijk soepel, deze baan. We gaan over het station heen. En dan hebben we de remmen. Dan krijgen we de tweede drop. Gaat ook vrij snel, dus die remmen waren denk ik wel nodig. Oh, leuk die bochten. Wat een soepel baantje, joh. Ongelooflijk. We gaan over het water heen. Met een aantal bochtjes. Heerlijk, zo'n schommeleffectje. En dan komen we bij het station met de remmetjes. Hartstikke leuk. Dit is gewoon een heel soepel leuk baantje. Dit heeft hij echt heel leuk gedaan. Ik ga eens kijken. Hier ook heeft hij gebruik gemaakt van bergen, geloof ik, als ik het zo zie. En hier heeft natuurlijk die barrel roll die je maakt over het station heen. Je gaat eigenlijk twee keer over het station heen. Dat is wel heel tof. Ja, dit zou in het echt wel gemaakt mogen worden, vind ik. Ik vond hem echt heel gaaf. Ik ben benieuwd of de andere twee coasters kunnen tippen aan dit prachtwerkje. Schitterend gedaan, de Escapado. Of Escapade de Coasterman. We gaan naar de volgende achtbaan. Dat is wederom weer een houten achtbaan. Het lijkt net of er sneeuw ligt. Ik denk ook dat dat is gedaan. En ik denk dat we worden gelanceerd. Aangezien het een heel lang stuk is. En dat is apart. Het is de tweede houten achtbaan. Ik wist niet wat ik moest verwachten bij deze achtbaan. Hij heet de Lunar Adventure Mission to the Moon. Dus dat zegt het al een beetje. Hè? Zo'n Space Mountain idee. We worden hoogstwaarschijnlijk afgeschoten. En ik ben heel benieuwd wanneer dat gaat gebeuren. Want we staan op dit moment stil. In de sneeuw. In de kou. Min 3000 graden. En wij zitten hier vast in een houten achtbaankarretje. Nou mensen, ik heb hem heel erg lang gewacht. En hij doet eigenlijk helemaal niks. Dus ik gaf ook wat foutmeldingen in het begin toen ik hem opende. Dus ik denk dat er iets mis is met het bestand ofzo. We gaan naar de volgende achtbaan. De volgende achtbaan is de Donaldbaan uit Disneycraft. Het station is er niet ingeporteerd. Het bestand lukt niet met openen, dus jullie zien alleen de baan. Dus het is geen omgeving. Dat is jammer dat hij dat niet doet. Ik heb het al een keer geprobeerd om het te werken, om het werken te maken. Maar dat is dus niet zo, dus we moeten dat er maar even bij bedenken. Maar dit is dus de Donaldbaan nagemaakt in No Limits 2 van onze eigen server in Minecraft, Disneycraft. We gaan eens kijken. De bobbeltjes komen goed overheen. En we gaan hier omhoog. En bovenaan, dat weten jullie wel, dan staat er natuurlijk een donuthoofdje waar je onderdoor gaat. En ook een trappetje is toegevoegd. Ik geloof dat we ook aan de rechterkant een trappetje hadden, maar weet niet 100% zeker. Sowieso, trappetjes zien natuurlijk altijd leuk uit. En dan gaan we dadelijk de eerste daling krijgen. En het zal wel heel apart zijn, omdat natuurlijk het... dit is wel van de oude Donaldbaan. Dus heel apart, het is al een tijdje geleden dat deze ingestuurd is. Ik heb het nooit opgenomen, dus bij deze. En ik weet niet of dit de nieuwe layout is of de, van de oude layout van onze Donaldbaan. Ik ga dat even kijken. Nou, we krijgen hier scherpe bochten. Het is natuurlijk niet een hele realistische baan, omdat het erg veel knakjes hebt en scherpe bochten. Maar dat kon niet anders, omdat het natuurlijk wel op de Donaldbaan moet lijken. Hier krijgen we ook die hele scherpe bochtjes. Maar dat kan wel. En volgens mij is dit wel een van de nieuwere layouts, hoor. En dan kom je hier aan bij het station met de remmen. Leuk. Ja, en dan krijg je een heel lang station. Heel gaaf gedaan. De Donaldbaan uit Disneycraft. Dat is de tweede achtbaan. We gaan door naar de laatste achtbaan van deze drie. De laatste achtbaan die we gaan doen is de Screaming Chipmunk. Dus dat klinkt heel apart. Het is ook een hele comfortabele coaster.
Maar ja, het ligt een beetje aan je smaak welke achtbaan gaat winnen. Ik vond de eerste natuurlijk echt het coolst. Maar heb je zoiets van, de donderbaan was eigenlijk veel vetter in mijn ogen. Dan heb je natuurlijk een andere mening. Dus laat het weten in de comments natuurlijk. Dit is dus de Screaming Chipmunk. Wow! Holy crap! Dit kan toch niet? Wow! Oh, hij had een knikje. Zeg je dat op het einde? Wat was dat dan? Wow! Dit is een hele aparte achtbaan. Hij gaat dus eerst zeg maar op zijn kop. En dan gaat hij nog een keer op zijn kop. En dan gaat hij helemaal omhoog. En dan komt hij aan hier bij het station. Wauw. Dit was een hele aparte achtbaan. Nou, dit was No Limits voor deze keer. Deze aflevering. Laat het weten in de comments welke baan jij het leukst vond van deze drie. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits aflevering. Ik raak helemaal uit mijn woorden. Vergeet te abonneren en te liken. En dan tot de volgende keer. Doei doei.